Nieuws is er niet zomaar. Dat moet je vinden, checken, wegen en maken. En dat doen we bij de NOS elke dag. We vinden het nieuws op twee manieren. Ten eerste gaan we er zelf naar op zoek. Alle journalisten die bij de NOS werken hebben een groot netwerk. Ze kennen bijvoorbeeld dokters, leraren of economen. Deze contacten vertellen over nieuwe ontwikkelingen of over vreemde gebeurtenissen. Onze correspondenten hebben ook dit soort contacten, maar dan in het buitenland. Ook houden alle NOS-collega's sociale netwerken in de gaten. Wat wordt er gezegd op Twitter of op Facebook? De tweede manier waarop we nieuws krijgen is dat het naar ons toe komt. Persbureaus zoals ANP, AP en Reuters zijn de hele dag bezig met het verzamelen van nieuws. Zij maken hier berichten van. Ook sturen bedrijven en organisaties ons persberichten. Bijvoorbeeld als er een nieuwe manier is bedacht om wegen te verlichten. Of als er een onderzoek is gedaan naar de veiligheid bij het uitgaan. Als nieuws één keer bij de NOS binnen is, gaan we ermee aan de slag. Als eerste moeten we checken of het wel waar is. Dit doen we altijd. We proberen zo objectief mogelijk te achterhalen of iets waar is, het liefst bij de bron zelf. Is de verlichting op de wegen inderdaad nieuw? Of is er al eerder zoiets bedacht? Soms weet je niet zeker of de bron wel eerlijk is. Zeker niet als hij een belang heeft. Daarom checken we vaak ook nog bij andere bronnen. En bij een verschil van mening passen we hoor en wederhoor toe, zodat iedereen kan vertellen wat hij vindt. Als het waar is, moeten we nog bepalen of het belangrijk is. De NOS kan niet al het nieuws brengen. Daarom wegen we aan de hand van een paar criteria. Zijn er grote gevolgen van het nieuws? Is het bijzonder of uitzonderlijk? Is het nieuw? Gaat het over belangrijke personen? Zijn er veel slachtoffers? Voor de NOS zijn deze criteria anders dan voor een lokale krant bijvoorbeeld. Wij brengen nieuws dat voor iedereen in Nederland belangrijk is. Dan, als we hebben gecheckt dat het waar is en gewogen dat het belangrijk is, maken we er een basisbericht van. Dit is een kort bericht waar alle basisinformatie in staat. Wie, wat, waar, wanneer en ook hoe. Dit verschijnt vervolgens meteen op nos.nl en op de NOS-app. Ook gebruiken we dit bericht voor teletext en voor veel van de bulletins op de radio. Belangrijk bij deze basisberichten is de balans tussen snelheid en waarheid. Hoe brengen we het nieuws zo snel mogelijk, maar wel zodat we zeker weten dat het klopt? Vervolgens kunnen alle deelredacties het basisbericht lezen en bepalen of ze er iets mee gaan doen. De NOS heeft veel manieren om nieuws te brengen. Bijvoorbeeld het 8-uur-journaal, maar ook het radioprogramma Met het oog op morgen, het jeugdjournaal, NOS.nl en NOS op 3. Ieder programma maakt zijn eigen afwegingen of ze iets met het bericht willen doen. De afwegingen zijn verschillend en hangen af van wanneer iets wordt uitgezonden bijvoorbeeld. Als iets morgens gebeurt, is het dan nog belangrijk genoeg voor het 8-uur-journaal? Ook is het belangrijk dat er beeld van is en of we tijd hebben dat zelf te maken. Sommige programma's hebben een specifieke doelgroep, zoals het jeugdjournaal. Is het nieuwsbericht ook voor deze groep belangrijk? Ten slotte is ook de mix van nieuws belangrijk. Het is voor een televisieuitzending bijvoorbeeld raar als er drie hele lichte nieuwsberichten na elkaar zitten. Of drie hele zware economische verhalen. De eindredacteur bepaalt welke mix aan verhalen het beste werkt. En dan gaan de redacteuren aan de slag om een verhaal te maken. Voor een televisie-item moet er bijvoorbeeld iemand worden geïnterviewd in beeld. Daar moet een cameraman heen, met een verslaggever. En voor een webartikel zoeken we nog aanvullende foto's. En misschien nog twee andere invalshoeken bij het verhaal. Bij een radio-uitzending is het nodig dat er gasten naar de studio komen. Die moeten dus gevraagd worden en het gesprek moet worden voorbereid. En pas dan is er nieuws zoals jij het leest, hoort en ziet op je telefoon, radio, laptop of televisie.